In je resi. Ja. Oh, is de kant leeg. Dat is toch ook waar? Ja, dan denken wij, zouden we nog plek hebben? Plek zat. Nou, de camperplek is helemaal leeg op één iemand na. Dus we kunnen kiezen. Kijk, en de Biske, ja, die doet het hem, hè. Dus we gaan op plekje 5 staan. En zo gezegd, zo gedaan. Daar staan we dan. Oh, nou gaat de Biske aan de wandel. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Moeten we dadelijk een ander plekje zoeken. Je hebt hem wakker gemaakt, Rob. Wie? De Biske. Hij nijdt eruit. Ja. Ja, hij gaat zijn vriendjes opzoeken. Hij dacht even lekker rustig te relaxen. Komt als een camper voor hem staan. En weet je wat nou het voordeel is van een lege camperplaats? Nee. Dat we samen soep gaan eten. Dat jij niet aan het beurten bent, want er is niemand om mee te beurten. Zo, we gaan ons even aanmelden. Wij moeten ons melden bij het havenkantoor. En het lijkt erop alsof dat daar is. Dus daar gaan we nou even naartoe. Nou, hier zijn we dus de camperplaats opgereden en daar staat ook dat je je moet melden. Oh, dit is wel heel leuk. Oh. Ja, wacht even. En een doodlopende vaargeul. Je ziet daar wel de betonning liggen. Ja, de boeien. Geen problemen? Nummer 5. Nummer 5 is dat, hè? Ja, 5. Ja, we hebben 5 jaar geleden een keer de kinder op die parkeerplaats. Ja. Dus ja, dit vinden we wel heel erg gezellig en leuk, dus we dachten, we gaan gewoon eens jouw camper. Ja, maar ja, er is heel weinig, weinig mensen op het moment. Ja. Ja. Hoe kan dat eigenlijk nou, tot weer? Het is helemaal vol. Oké. Ja, ja. Het is toch vakantie ook weer in het noorden? Ja, het noorden, ja, schoolvakanties, maar de echte vakantie moet nog beginnen. En hier staan we boven bij het havenkantoor. Kijk eens wat een leuk uitzicht je hier hebt. Want ook hier is weer heel veel water. En van hieruit een blik op de camperplek en daar staan wij. Ik kom er nog heen. Ze hebben hier zelfs een verdwaalde zeehond. Kijk, zij gaan op plekje 1 staan. Ja, lastig is dat als je zoveel ruimte hebt, dan is het ook moeilijk kiezen. En dit natuurgebied ligt pal aan de camperplaats. Ja, we gaan eens even naar het dorp. Ja. Even lekker te voet. Even inkopen doen. Ja, we hebben boodschappen nodig. We hebben geen brood meer. We moeten wat avondeten zien scoren. Dus even naar de supermarkt. En hartstikke dichtbij, 400 meter. Dus dat is goed te doen. Nou, hier lopen we het dorpje al in. Althans, het centrum van het dorpje. Nou, hier kun je ijs eten. Een lunchroom, maar die is dicht. En even kijken, wat hebben we hier? Nog een ijssalon. Het is hier extreem rustig. En een lunchroom. Ja, het is wel heel rustig, ja. Kijk, en hier hebben we de supermarkt. Dus daar gaan we eens even naar binnen. Yes. Ja, we gaan een stukje lopen. We hebben net al boodschappen gedaan. En nu gaan we gewoon eens even kijken naar het dorpje. Ah, gezellig. Allemaal koetjes. Hier aan de linkerkant is ook een camperplaats. Daar hebben wij in 2019 ooit gestaan. En hier liggen allemaal bootjes. Volgens mij zijn die te huur. Er zijn huurbootjes allemaal, ja. En daar een wat grotere. Ook allemaal bootverhuur. En hier ziet het meteen gezellig uit.
toch ook een heel leuk vaargebied hier. En hier hele grappige stoelen. Waar je kunt zitten. Met uitzicht op de haven. Een boot als speeltuig. Ook heel leuk. En hier liggen heel wat grote boten bij elkaar. En op de achtergrond daar. De kerk van Ernewald. En hier zitten wij heerlijk op een bankje met uitzicht op de haven. Maar de temperatuur is weer goed. Nou, het is hartstikke lekker. En droog. Ook dat nog. Hier staat weer iemand. Waarschijnlijk een heel bekend en beroemd iemand. Maar er staat niet bij wie die is. Hij kijkt die kant op. En daar in de verte, daar zie je drie mensen schaatsen. Kijk daar. En Rob heeft intussen weer een bankje opgezocht. Nou, en we zitten nu aan de andere kant van de haven. Op een bankje. Ernewald is toch echt wel een bijzonder dorpje. Het is een heel toeristisch dorpje. Het heeft een supermarkt, wat eten- en drinkgelegenheden. En een ontzettend mooie haven. En ja, daar aan de overkant is ook nog een camperplaats of camping. Dus echt heel erg toeristisch. Oh, en wat ze hier ook hebben, dat hoorden we van iemand. Een heel ooievaarsdorp. Er zijn hier heel erg veel ooievaars blijkbaar. En er is in het begin van het dorp ook nog een museum. En hier voor ons, daar hebben we ook nog een kapelletje. Kijk, en hier zien we dat kerkje of kapelletje nog een keer van dichtbij. Dat is wel heel erg leuk. En ja, hier staat toch ook weer een gouden haan op. Dus dan zou het toch een kerkje moeten zijn. We moeten kijken, hè. Dat zie ik. Dus we gaan natuurlijk even kijken. Nou ja, er staat een boot binnen. Ja, mooi hè? Ja. En daarboven zie je ook boten. Wat leuk. Hier heb je een museum, het Kokelhuis. En dan dat gebouwtje. Dat vind ik dan weer leuk. Moet je kijken hoe scheef dat allemaal staat. Wat grappig zeg. Een heel klein museumpje. Ja, en daar hebben we dus hier een kerk. En daar hebben we het toilet. Nou, ze hebben hier zelfs een Italiaans restaurant. Kijk, en daar hebben we die kerk nog een keer. En hier staat een heel leuk pand. En hier ook weer sloepenverhuur. Ongelooflijk wat hier aan sloepen te huur is. En hier nog de achterkant van dat kerkje. En hier staan we. Bij de aanlegstijger voor het pontje. Daar staan al mensen te wachten die naar de overkant willen. Kijk, en daar komt het pontje alweer aan. Nou, daar gaat hij weer. Twee mensen erop. Jongen, het is hier kei druk in Friesland. Nou hè. Jongen. Ja, dat begrijp je niet. De schoolvakanties zijn begonnen, het is hoogseizoen. Ja. Maar er is maar heel weinig volk, alles is gesloten. Heel raar. Ja, het weer is toch best goed. En het weer is hartstikke goed. We hebben nog geen druppel regen gehad vandaag. Nee, gelukkig niet. En gisteren was het ook hartstikke mooi ja, weer. Ja, zeker weten. Alleen hier ook, alle restaurants gesloten. Ja, alles dicht. Ja, alleen de supermarkt was open. Ja, gelukkig wel. Eens kijken of we hier via dat pad weer terug kunnen lopen. En anders is het balen, want dan moeten we helemaal omlopen. Ja. Toeristenbureau Ernewald. Er is toch zat te doen? Hier ligt dan toch wel weer een hele mooie boot, zeg. Ja, wat mij hier wel opvalt, dat is dat ze hier
op een hele andere manier bouwen als in die steden die we verder in Friesland gezien hebben. Die echte typische bouwstijl, die zie je hier niet. En als je je verveelt, staan hier schaakstukken. En daar een schaakbord. Leuk toch? Nou, en we lopen weer terug. We zien daar al de eerste campers staan. Bij ons op de camperplaats en daar rechts staan ook nog allerlei caravans. Nou, en toen we weggingen, er stonden er 3. En hoeveel zijn er nou? Ik denk 3. Hij is er met z'n 3 of 4? 4, ja. En dan zullen het er nou nog steeds 4 zijn, denk ik. Ja, en hier staan wij dus. Wij staan op plekje 5. En in dit vak kunnen 2 campers naast elkaar staan. En ja, en als dat gebeurt, dan kun je nog net je luifel uitzetten. Dan is het wel vol. Dus de plekken zijn niet heel groot hier. Maar ja, we staan nu met zo weinig dat we eigenlijk allemaal een dubbele plek hebben. Dus dan is het gewoon perfect. Maar het is wel heel mooi. Je hebt toch vanuit onze auto uitzicht over de haven. Je ziet de bootjes liggen. Ja, het is zo heet. Daarop zoiets heeft, ik ga toch echt die luifel uitzetten. Het is 22 graden buiten, dus eigenlijk zou je zeggen van nou, valt wel mee. Maar we zitten hier recht in de zon en dan is het toch gauw heel warm. Wat je nu trouwens ook ziet, daar is dat wij ook wel met onze luifel zeg maar precies tot de rand van onze plaats komen. Rob heeft daar een zwaar hangslot op de luifel gelegd. Want hij heeft daar wel een haring in de grond kunnen krijgen, maar echt sterk is dat niet. Nee. Kijk, aan die kant staat hij wel goed verankerd. Maar ja, het is toch windkrachtje 3. Dus ja, maar we zitten hier lekker. Maar dat slot weegt nu al wat. Dat slot weegt wat, is zeker. Daar zit het hoor. Ja, een hardpuzzeltje maken. Ja. Met gewoon een luiwarmes. Heerlijk, is toch vakantie? Ja, dat wou ik zeggen, dat doe je het ook weer. Lekker helemaal niks. Gewoon een keer helemaal niks doen. Dat is helemaal niet verkeerd. We hebben ons dat gedaan, we zijn al 2 keer naar het dorp gelopen hier. Ja, dat is ook zo. En boodschappen gedaan. Boodschappen gedaan en daarna nog een keer. En een beetje gebeurd met de mensen die er waren. Ook nog. Kijk, als je dan rondkijkt, er zijn er niet zo heel veel aan deze zijde, maar aan de andere zijde wel. Ja, zover kan ik nou niet draaien. En ik keek net op de buienradar bij ons thuis, daar valt het met bakken uit de lucht. Dus, kijk. We zitten hier hoog en droog. En ja, hartstikke lekker. We hebben nog geen druppel regen gehad vandaag. Nee. Dus we zitten hier goed. Nou, we hopen dat het zo blijft dan. Ja, laten we daarop hopen. Anders hebben we een natte luifel. Ja. Hebben we dat weer. Moeten we van de week weer weg. Dat is toch ook erg, hè? Ja, dat zie je voor ons. Tjonge, jonge, nou. Ja. Het was weer lekker onder het duiveltje, ja. Maar het is inderdaad voor de avond kun je hem net zo goed even opruimen, denk ik. We moeten bij de haven gebruik maken van de faciliteiten en dat gebouwtje zien we daar voor ons. Je kunt hier je eigen camper meenemen, maar je kunt er ook eentje huren. Dat is wel weer heel apart. Nou, we hebben hier inderdaad sanitair blok. Nou, het ziet er allemaal keurig uit. Kijk. Een wc. Zoals je zei, en daar hebben we er 2 van. En hier hebben we ook nog een hartstikke nette douche. Kijk, helemaal keurig. Ja, toch? Ja, ziet er allemaal hartstikke mooi en nieuw uit. Ja, mooi betegeld. En hier is ook nog een wasmachine, een wasdroger en een plek om jezelf even te wassen. Een afwasplaats is hier niet. Oh, dat vinden wij dan weer jammer. Het ziet er keurig uit, ja. Misschien even water vullen. Ja, we hebben net wel of net niet genoeg water vanmorgen. Nee, maar die plek hier is eigenlijk keigoed, toch? Ja, vind ik wel. Mooie wastafels, mooie toilet, mooie douche, ja. Gewoon een mooie ruimte. Niks mis mee. Ja.
blijkt dat je bij de camperplaats aan het opwater kan pakken, maar dat wisten wij dus niet. Nee. En dat horen we net. Ja, dan moeten we daar toch eens even kijken. Ja. Ja? Ja. Nou, daar was je dan. Dat was je dan. Kijk, jacht en sloepvuur, jachtbemiddeling. Ja. Nou, je moet kijken, mooi bootje erachter in de verte. Hier ook. Dan gingen wij beginnen dus water halen. Maar hier blijkt je ook water te kunnen pakken. Ja. Ach ja, maar we hebben in ieder geval ook de douchruimte en de wc's. Ja, daarom. Kijk, hoe gezellig. Voor onze neus. Moeder met haar jong, zo te zien. En daar zat er nog eentje. Ja, we staan nog steeds bijna helemaal alleen. Ongelooflijk. Ja, en bij gebrek aan een afwasplaats kan ik weer een keertje ouderwets afwas bij de camper. Dus ik ben water aan het koken. En nou, veel plezier zo meteen voor mij weer. Ja, ik heb een nieuwe afwasmachine gekocht. Ja. Er zat ook een groene sticker op die afwasmachine. Erg milieuvriendelijk. Ja. Alleen, ja. Een beetje slecht voor het ruggetje, want ik was natuurlijk zo eigenwijs dat jij zei, moet ik een stoel pakken? Nou, laat me zitten. Mag ik wel beter ja kunnen zeggen? Ja, dat dacht ik al. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat is mijn eigen schuld. Nou, dan even dat ding hier. Welk ding? De bakkies. Oké. Okay. En dan kan ik gaan afdrogen. Nou. Doei. Doei. Nou, we hebben zo meteen nog een behoorlijk ritje voor de boeg. Dus we hebben besloten hier nog eventjes te lunchen. En ja, we hadden nog een kroketje over, een frikandelletje en twee broodjes. Dus dat wordt een lekker broodje kroket en frikandel. En daarna gaan we vertrekken. Daar zit ze. Oh, wat lekker. Maar dat is niks voor jou, hè? Een broodje frikandel, hè? Echt wel. Nee, helemaal niet. Ja, dat jij het liever hebt, dat snap ik ook. Maar ja. Deze keer heb ik geluk. Ja, een beetje pech, zo te zien. Tjongejongejonge. Hey, wie is hier nou gek van broodjes frikandellen en zo? Ga je ook? Ja, tuurlijk. Heerlijk. Ja, toch wel handig, de airfryertje, hè? Nou, neem een beetje saus erbij. Dan moet je wel een saus op. Ja. Nou, smakelijk. Dankjewel. En wanneer zijn die voor mij klaar? 4 minuten. Oké, okay. Jongen, jongen. Goeie werkentijd nodig, hè? Ja, dat zeg ik altijd. Daarom. Jongen, jongen, nou, kijk eens. Die begint een beetje op handje te lijken. Dat kan ik niet goed als Hans. Nee. Nou, maar ook een cijfer geven als je wil voor die frikandel. Een 8. Kijk, en waarom daar? Omdat je er gewoon heel veel zin in had, in het broodje frikandel. Ja. Oh, kijk dan. En hij is heel lekker. Ja. Dus. Nou, we zijn er wel bijna helemaal klaar voor. Alles is weer opgeruimd en schoon. En we gaan even het vuil weggooien. Ja, we hebben hier geen echte loosplek. Dus dat doen we dan ook maar niet. Dus we gaan zo eigenlijk meteen weg. Nou, daar is de container. Ik ga natuurlijk wel nog even afscheid nemen van de lamaatjes. Ach, hij zit er achterop, ja. Nou, we laten het zien. Ja. Yes, kijk, daar gaat hij liggen. Mooi, hè? Hij blijft de aandacht maar zoeken. Leuk is dat.
Want dat is toch wel heel erg leuk. Hoe die beestjes hier op zijn dooie gemakje komen liggen te knabbelen. Net zit ik die lama's te filmen, ligt hier op zijn gemakje ook nog een eend ertussenin. Nou, daar gaat het trappetje weer. Het moment om deze plaats weer te gaan verlaten. Nou, dag Ernewald. Het was hier weer gezellig. Het is een uit te zwaaien. Oh, waar? Ja, achter jou. Oh ja. Hm. Ja, leuk. Ja, dat is altijd leuk als mensen je uitzwaaien. Ja, dat vind ik wel, ja. Lange 200 meter rechtsaf. Ja. Hallo! Slaat na 170 meter rechtsaf. Leuk, hè? Ja. En hoe kom ik hier dan uit? Ja, langs supermarkt af. Sorry? Ja. Het is wel heel bijzonder hier. 150 meter linksaf. Met die eenrichtingswegen heb je echt het gevoel dat je wegen in moet die niet kloppen voor je gevoel. Ja, ik moest wel lopen. Ja. Ja. Alles open. Ja. Nou, we rijden nog even langs de haven af. Ja, het is de enige manier om hier weg te kunnen rijden. Op zich natuurlijk wel slim, want de straten zijn heel smal. Maar het is wel gek. Hè? Je moet straten waarvan je denkt van, waar gek dat ik deze straat eigenlijk in moet. Ja. Maar er is toch zat volk op de been vandaag. Echt wel. En het raar is dat het weer slechter is dan gisteren. En toen was er bekend niks te doen. Maar misschien heeft iedereen al geweten dat het allemaal dicht was. Linksaf. Ja, vanaf 5 uur open. Sla na 80 meter rechtsaf. Nou, alle richtingen. Nou, daar was hij weer. Hop naar huis. Nog 2,5 uur rijden. En hier is trouwens nog een haven. Ja, en hier is inderdaad het museum. Ja, ik zou verwachten dat we naar Drachten zouden gaan, maar dat doen we dus niet. Je weet hoe dit ding is, hè? Richting Leeuwarden. Sla naar 200 meter linksaf bij de hoopende. Neem de afslag. Dat is heel goed. Ik had het gevoel dat we juist onder Leeuwarden zaten. En dan zijn we toch weer in de buurt van Leeuwarden. En daar hebben we de skyline van Leeuwarden. Ja, Zwolle. Ja, zit op de goede baan. Hier, Zwolle 84. En dan nog helemaal van Zwolle naar huis. Ja, het zijn afstanden. Het begint op te schieten. We hebben de eerste 100 kilometer erop zitten. Even een mooi stukje weg. Nou, we zien Nijmegen alweer op het bordje staan. Daar worden we een beetje vrolijk van. Het is toch altijd weer mooi hier, de Nederrijn bij Renkum. Nou, hij stroomt goed. Ja, daar hebben we weer de Waal. Ja, zie jij dat bordje? A73. We zijn er bijna. En intussen rijden we op de A73. Dus gaan we eens even terugkijken op deze trip voordat we hem gaan afsluiten. Ernewald is een plek waar we een jaar of 5 geleden ook al eens waren. En we wisten dat daar een nieuwe camperplaats bijgekomen was. Dus die wilden we graag een keertje beleven. Ja, en van Ernewald wisten we dat dat een heel gezellig watersportdorp was. Dus daar hebben we een nachtje gestaan.
Nou, dat was ook gewoon leuk. Hebben we weer leuke mensen ontmoet. Dus ja, al met al denk ik dat we een leuke trip naar Friesland hebben gehad. Het is wel even rijden, 3 uur hoor. Ja, het is wel even rijden. Het is jammer dat er zoveel weg ligt, hè. En we zijn weer terug in ons Brabantse land. We gaan de Maas weer over. Een mooi moment om deze trip nu in ieder geval af te gaan sluiten. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel weer voor het kijken. Als je het een leuke vlog vond, zijn wij weer blij met een duimpje. Omhoog. Ja, uiteraard. En graag tot de volgende keer. Houdoe.